In Circusartiesten komt de snelle penseelvoering van de illustraties terug in een neo-impressionistisch getint werk. De tentoonstelling werd een min of meer door de schilder gestuurd succes. Hij begreep dat het moment was aangebroken om meer bekendheid te krijgen en zocht waar hij kon publiciteit. De combinatie van zijn laatste schilderijen met vroeger werk uit Rotterdam bleek een gouden greep. Chauvinistische critici spraken over de Hollander die het moderne ballet had ontdekt. 1904 was een belangrijk en voor zijn toekomst bepalend jaar. Van Nongen maakte kennis met Henri Matisse en Maurice de Vlaming, de twee schilders die een opschudding zouden veroorzaken op de Salon d'Automne. In de winter 1904-1905 ontdekte Van Nongen de werking van het licht op de Moulin de la Galette bij een poging ronddraaiende carousels uit te beelden. Kees was inmiddels met zijn Guus getrouwd in de Saint-Pierre de Montmartre. Op 18 april 1905 werd Augusta, we noemen haar Dolly, geboren. Het gezinnetje bracht de zomer door in Fleury-en-Bière, een dorpje bij Barbizon. Een perfecte omgeving voor landschapsschildering. Zonovergoten landschappen vastgelegd in stippen en strepen om het licht te vangen. De kritiek signaleerde overeenkomsten met het werk van andere schilders, maar was niet ongunstig. Ook Nederlandse bladen spraken lovend. Er is in zijn nabijheid ongetwijfeld gesproken over de Salon d'Automne, die op 18 oktober haar deuren zou openen in het Grand Palais. Kees werd waarschijnlijk zo in beslag genomen door zijn besognes dat hij er nauwelijks aandacht aan besteedde. De tentoonstellingscatalogus vermeldde twee vrouwenstudies van zijn hand. Voor torso stond Guus model. Hij kon onmogelijk voorzien dat de expositie zou uitlopen op een schandaal dat de exposanten op zaal 7 in één klap bekend maakte. Onder de spraakmakende schilders waren kennissen als Matisse en de Vlaming. De catalogus vroeg om begrip bij het publiek voor een volstrekt nieuwe taal. Inderdaad, een nieuwe taal. Een criticus schreeuwde: het zijn wilden, fauven. Onbedoeld dreef Kees van Nongen mee op de deining die was veroorzaakt. Zijn werk was dan wel niet fauvistisch, maar waren zijn kleuren niet minstens zo puur en krachtig? Zelfportret in fauvistische stijl. Wellicht op uitnodiging van Picasso betrok Van Nongen in december 1905 een atelier in het Bateau Lavoir.
In schilderskringen heeft de voormalige houten fabriekshal op de heuvel van Montmartre een magische klank. Via een stelsel van doorgangen en trappen daalde men naar de 30 ateliers af. De woonomstandigheden waren barbaars in het 4 verdiepingen tellende gebouw. Aanvankelijk geen elektriciteit, slechts 1 toilet en 1 kraan. Zomers snikheet en 's winters koud. Verlichting door middel van kaarsen en petroleumlampen. Kees schilderde zijn buurvrouw, Fernande Olivier, de vriendin van Picasso, in een min of meer neo-impressionistische stijl. Picasso week geen moment van haar zijde. Henri Matisse experimenteerde met het naast elkaar plaatsen van primaire en secundaire kleuren. Ontsnappen aan het realisme was het credo. Het resultaat was minder belangrijk dan de achterliggende theorie. Kees van Dongen ging hier niet in mee. Le bonheur de vivre van Matisse raakte hem wel. Vooral de zware contouren en kleurbanen om de centrale figuren maakten indruk. We zien dit in een aantal schilderijen terug. We spraken al eerder over de koortsachtige zoektocht van de schilders naar een nieuwe stijl. Vooral de auteur Émile Zola liet hen niet met rust. Het einde van de neoclassieke stijl liet een leemte achter die moest worden gevuld. Maar hoe? Picasso was een van de vernieuwers. Hij presenteerde zijn baanbrekende schilderij Les Demoiselles d'Avignon in 1907 voor het eerst in het Bateau Lafargue, op het moment dat Kees van Dongen terugkwam van een reis naar Nederland. De artistieke strijd in Parijs verhevigde. Kees was tijdens zijn verblijf in Holland een nieuwe weg ingeslagen. Hij schilderde onder andere huizen in Amsterdam in een losse, nonchalante stijl. Magos et sa mère ontstond in Rotterdam. Een vertederend tafereel in grijs en doorschijnend blauw. Let op de amandelvormige ogen. Ondanks de armoede waren de jaren in het Bateau Lafargue gelukkige jaren. Een amateurschilder legde dit tafereel vast op een terras van het beroemde café Lapin Agile. Fernande Olivier is de vrouw in het geel. Kees van Dongen met zijn rode baard en onafscheidelijke pijp zit naast haar. In 1949, als terugblik op Montmartre, het boek Au beau temps de la butte. Kees illustreerde met 20 lito's. Het verliefde paar is Fernande Olivier en Picasso. Achter het tafeltje in de straat de dichters Apollinaire en Jacob. De pijp van Van Dongen steekt links het beeld in.
Kees in gezelschap van de schrijver Roland Dorgelet bij een groentekraam. Fernando Olivier schreef over zijn sandalen.